Gian, wat een dompe. Ik denk dat je deze ook niet zag aankomen, hè? Nee, zeker niet. Deze zag ik zeker niet aankomen. En ja, hier baal ik enorm van. En ik dacht deze... Tuurlijk, ik onderschatte hem niet. Maar ik ging wel vanuit van mijn eigen kracht en dat ik deze wel zou winnen. En dan staan we hier in 2-0 voorsprong en 3-2 verliezen. Ja, enorm met teleurstelling. Hij kwam 2-0 voor. Voelde dat comfortabel of was je op dat moment wel het idee dat hij al de betere speler was? Nou ja, de betere speler vind ik lastig. Maar die tweede set had ik voor mijn gevoel eigenlijk al niet mogen winnen. Maar hij mist zoveel pijlen en ik gooi hem uit. En ik denk, ja prima, 2-0 voor, één setje en je bent er. En die ene set die moet nog komen. Ja, wanneer voelde je de wedstrijd echt uit je handen glippen? Is dat dan toch het verlies van de derde set? Nee, ik denk uit mijn handen glippen niet echt. Maar ik voelde al, omdat je die tweede set eigenlijk voor mijn gevoel met geluk wint. Ik voelde hem al niet zo geweldig en dan wordt het gewoon lastig. Hij was score het gewoon beter, de betere speler vandaag. En ja, een heel lastige wedstrijd. En hij zoveel 180's, zoveel triples. En ik was gewoon niet goed genoeg vandaag. En ik, zoals ik al zeg, ik kom geluk met geluk 2-0 voor. En dan wordt het 2-1, 2-2 en je voelt het langzaam wegglippen. En ja, helaas heb ik met 3-2 verloren. Hij is dan frustrerend als je merkt dat het bij jou score dan niet lekker loopt. En als je hem elke keer die 180 erin hoort of ziet pompen. Ja, zeker. Dat is heel frustrerend. Elke keer al voel ik me goed en dan is het weer 60 op 59. En dan draaien we om en gooit hij bij 140, 180. Dat is heel frustrerend. Maar ja, weet je, als je 2-0 voor staat, mag je hem eigenlijk gewoon niet weggeven. En het is toch gebeurd vandaag. En dat is weer een wijze les die ik kan leren. En op naar volgend jaar. Ja, wat is dan de belangrijkste les die je hebt geleerd vandaag? Ja, weet je, als je 2-0 voor staat, ook al is het met geluk. Ik dacht wel, nou prima, één setje nog en je bent er. Ja, dat is gewoon weer niet zo. En zeker in setsysteem is het gewoon makkelijk voor elke speler om terug te komen. En dat gebeurt gewoon weer vandaag. En ik kan alleen maar wijze les uittrekken. Maar ja, dat is een hele dure les.